Nee, die ontmoeting heeft niet voor inspiratie voor mijn boek gezorgd. Er werd daar een beetje geïmpliceerd alsof ik daar heel opgewonden zat te worden van Robbie Williams. Nu vind ik hem een hele leuke zanger, een charmante man. Maar ik vind hem absoluut niet opwindend en ik ben meestal heel vrolijk en lachend. Dus dat had niet zoveel met Robbie Williams te maken. Okay. Nee. Dus nee. Ja, ik ga aanstaande zondag naar Paagman in Den Haag. Ik weet niet precies meer hoe laat, een uur of één of zo zit ik daar. En daar ga ik geïnterviewd worden en wat voordragen en dan ga ik ook signeren, dus dat kan. Nou, eigenlijk ben ik door de uitgever benaderd om een bloemlezing samen te stellen voor... in het erotische poëzie. En het thema van de boekenweek is verboden vruchten. Dus dat is de reden dat er is gekozen voor erotische poëzie. Nou kijk, ik heb het boek natuurlijk niet zelf geschreven. Nee. Ik heb een voorwoord geschreven en voor de rest pronk ik met de veren van anderen. Dus ja, ik heb het voorwoord wel behoorlijk expliciet gemaakt. Maar en het stomme is, ja, ik vind ook dat als je een boek over zo'n thema, over seks en erotiek samenstelt, dan moet je zelf ook open zijn. Maar als je het dan zelf opschrijft, is het toch wat anders dan dat je er daarna over geïnterviewd wordt. En dan ga ik ook niet ineens een gast terugnemen. Maar ik dacht toen wel, oké, het is wel heel open. Ja, maar ja, nu heb ik het al gedaan. Je hebt het al bezien. Het is al te laat. Ik denk dat... Ja, het kan echt allebei. Ik bedoel, vaak worden wij verliefd eerst. En verliefd, dat gaat vaak gepaard met gevoelens van lust. En daarna komt dan de liefde. Maar je kan ook eerst heel veel van iemand houden. En dat de goede seksuele relatie zich pas later echt ontwikkelt. Dus het kan wel allebei. Maar wat mij betreft gaat het wel echt hand in hand.